Maak je woonwens in 2019 waar. Tip 29 vandaag. De koopact is getekend. De ontbindende voorwaarden heb je geen gebruik van hoeven te maken. Het is tijd voor de eigendomsoverdracht. Dat wil zeggen, je gaat de akte van levering tekenen bij de notaris. Voordat je naar de notaris gaat, ga je het huis inspecteren. Ga je kijken, is het huis zo, zoals ik het ook gekocht heb? Zit alles erin? Zijn er geen dingen beschadigd? Het zal niet de eerste keer zijn dat je een huis aantreft in een staat die jij niet voor ogen had. Je had het anders gezien. Heb je een aankoopmakelaar, dan weet hij wat er te doen staat. Nog even een belangrijk puntje. Voordat je naar de notaris gaat, heb je al over het algemeen, zo'n paar dagen tevoren, heb je al een conceptakte gekregen van de notaris. En een conceptakte van levering, concept nota van afrekening. Controleer deze. Het is heel belangrijk dat alles wat er in de koopakte staat goed overgenomen is in de leveringsakte. En dat er geen fouten in staan. Bij de notaris ga je de leveringsakte tekenen en dan ben je eigenaar van jouw nieuwe droomhuis. Gefeliciteerd!